Hallo mensen, leuk dat jullie nu kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal, Ivan Lego Plays. Ja, we gaan natuurlijk weer verder met The Last of Us Remastered. En ja, we gaan hier natuurlijk door deze deur. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik het wel heel super tof vinden als je het wel doet. Want dan ben je gewoon een baas gewoon. En ook als je dat blauwe duimpje omhoog doet, dan ben je ook gewoon een baas gewoon. En let's get it man, we gaan verder. He's running. Hij gaat er vandoor. Robert. Joel, this way. We gaan achter deze man aan. Hij ging hier naartoe. Zo. Ja, ik moest twee keuzes maken tussen die deuren daar zo. Dus ik dacht, laat ik maar voor de rechter gaan. En het was de goeie. No hard feelings, right? None at all. Alright. God damn it! We missed you. Look, whatever it is you heard, it ain't true, okay? I just want to say... The guns. You want to tell us where the guns are? Yeah, sure, but it's complicated. Look, all right, just hear me out on this. I got to... Fuck. Stop! Quit your squirming. You were saying? I sold him. Excuse me. I didn't have much of a choice. I owed someone. You owed us. I say you bet on the wrong horse. I just need more time. Give me a week. You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me. Come on, it won't Who like has that. Our guns? I can't. Just give me a couple days. Fucking! Who has our guns? It's the Fireflies. I owe the Fireflies. What? Look, they're basically all dead. We can just go in there, finish them off. We get the guns. What do you say? Come on. Yeah, fuck those Fireflies. Let's go get them. That is a stupid idea. Well, now what? Merchandise back. How? I don't know. We explain it to them. Look, let's go find a Firefly. We won't have to look very far. There you go. Queen Firefly. Why are you here? Business. You're looking so hot. Where's Robert? He's dood. The guns he gave you, they weren't his to sell. I want them back. It doesn't work like that, Tess. The hell it doesn't. I paid for those guns. You want them back? You're gonna have to earn them. How many cards are we talking about? I don't give a damn about ration cards. I need something smuggled out of the city. You do that, I'll give you your guns back. Then some. How do we know you got them? Well, I hear the military's been wiping you guys out. Right about that. I'll show you the weapons. Yes, sir. I gotta move. What's it gonna be? I wanna see those guns. Follow me. We gotta get out of here. Oké, we moeten hier dus wegwezen. We gotta move. Hier naartoe. Through here. Oh, ik dacht dat we daar overheen moeten. Maar je kan ook gewoon er langs. Prima, dan doen we dat. Oh.
gaan hier verder. Zo, naar boven. Oei, yo! Dat is een grote knal. Wat is er van hen? Wat denk je dat ik naar jullie ga? Deze manier. So why now? We've been quiet. Been planning on leaving the city, but they need a scapegoat. They've been trying to rile us up. Looks like they did. We're trying to defend ourselves. Ooh. Dat is een sneaky locatie. Dankjewel. Ligt hier nog wat? Nee, er ligt verder niks meer. Hey, are you holding up? I'll live. Hold up. Soldiers. That's the way out. The door under the bridge. I ain't a big fan of these odds. We can sneak by them, even though I know that's not your style. We'll see how it goes. Let's get moving. We need to get to that door. We moeten inderdaad bij die deur zien te komen, ja. Ja, ik wil eigenlijk zo weinig ammo verspillen. Dat is denk ik het juiste, want... Ik heb in de gaten dat je hier bij dit spel niet zo heel veel ammo krijgt eigenlijk. Kan ik hier nog iets halen? Even kijken hoor, waar ze zitten. Oh, er zit er hier eentje. Wow. Good toy. Fuck. Andere kant. Cover me, I'm moving up. Die was in je zij, man. Ik ga nou niet voor staan. Dank je. Ik zag je juist wel, vriend. Oh, daar zit nog zo'n smerig ventje. Oh, er zitten nog twee. Ligt hier niet iets of zo? Want ja, zo kan ik niet verder mee overweg. Oh yes, thanks. Ik heb weer een verbanddoos van iemand gekregen. Alleen ik moet wel even wat ammo zoeken. Oh, hier zit al verbanddoos. Dank je. Zou ik hem nog wel nodig kunnen hebben?
ammo is hier ergens. Want als je zo voorbij loopt, ja, dan heb je weinig munitie. En dat wil je ook niet. Nou, ik zie nergens anders munitie voor mijn wapens. Dus dat is een beetje kut, maar... Ik denk dat we met dit nog wel doorheen komen. Oh, dat is slim. Where are we going, Merlene? This way. It's not far now. How are you holding up? I'm running on fumes. I'll make it. The place is right up ahead. Ik volg haar. Die ik op de voorkant van het hoesje zag. Van de Last of Us. Kijk, dat is die meid die met die rugzak. Dat is die meid die op de voorkant van het hoesje bij het plaatje erbij zit. We're smuggling her. There's a crew of fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. Dat zie ik gewoon aan de haar en een gezicht. Gewoon. Double what Robert told me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't think that's the best Ellie. Idea. Oh, she's Ellie. I was close with his brother Tommy. Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Was that before or after he left your little militia group? He left you too. He was a good man. I could just take her to the North Tunnel and wait for me there. Jesus Christ. It's just cargo, Joel. Oh, we hebben Ellie nu als partner. Oké. Maar ik denk eigenlijk, niet vooruit denken hoor, maar ik denk dat Joel en Ellie nog een hechte band gaan krijgen, denk ik. Niet vooruit denken hoor, dank je. Tenminste, dat denk ik hoor. Ja, waar moet ik eigenlijk heen? Moet het hier beneden of zo? Zit hier ergens wat? Vuile geheime plekje is het gewoon, dit. Hier. Het is echt een geheim plekje gewoon.
kijk gewoon even of ze meegaat. Ja, ze gaat mee. Toppie. Waar moeten we nou weer heen? Hierheen of zo? Oh, ik zie hem. Deze kist, denk ik, moeten we daar... Moet ik hier zo neerzetten en dan kan ik erop klimmen. En dan kan ik naar boven. Yep. Sometimes. You ever smuggle a kid before? No, that's a first. What's the deal with you and Marlene anyways? I don't know. She's my friend, I guess. Your friend, huh? You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like, 12? She knew my mom. She's been looking after me. And I'm 14. Not that that has anything to do with... Oh, she's 14 jaar. So where are your parents? Okay, niet slecht. They've been gone a long, long time. So instead of just staying in school, you decide to run up and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at. You don't know the best thing about my job. I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Look, ben je open? Nee. Ook niet, natuurlijk. Deze kan wel open. What are you doing? Killing time. Well, what am I supposed to do? I'm sure you will figure that out. Your watch is broken. You mumble in your sleep. Dreams. Yeah, me too. Ik had ook nachtmerries hoor. You know, I've never been this close to the outside. Look how dark it is. Can't be any worse out there. Fireflies want with you. Hey. Sorry it took so long. Soldiers fucking everywhere. How's Marlene? She'll make it. Gotta sell the merchandise. It's a lot. Wanna do this? Yeah. Let's go. Oké, nu dus twee partners, Tess en Ellie. Marlene wanted to do it herself. We weren't their first choice. Or the second for that matter. She's lost a lot of men. Beggars can't be choosers. I just hope there's someone alive to pay us. Someone will be around. Een geheime deur achter een kast. Oké, gaan jullie twee maar voor. Oké, zo werkt het dus. Huppatee. Go met die handel. Who's waiting for us?
us at the drop-off. She said there's some fireflies that have traveled all the way from another city. The girl must be important. What is the deal with you? You some bigwig's daughter or something? Something like that. How long is this all gonna take? If everything goes as planned, we should get you to them. Ik doe even mijn zaklamp aan, want ik zie helemaal niks. Ze vastbinden. Jesus Christ. Marlene set us up? Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? I'm just lying. I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. Why would she set you up? She is dus gebeten. God damn it. They're everywhere.
Oké, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit een leuke video? Doe vast wel aan elkaar, het blauwduimpje omhoog. Laat het weten in de reacties wat je van de video vond. En dan natuurlijk even mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik het wel heel super tof vinden als je het wel doet. Want dan ben je gewoon de baas gewoon. En ook als je om kanaal abonneert, dan ben je ook gewoon de baas gewoon. En ik zie jullie bij de volgende video. En de volgende video gaan we deze gasten hier zo even uitschakelen. Het gaat denk ik nog wel wat worden. Maar ik zie jullie bij de volgende video. Later!